Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Sweet Lake Fishing. Maar voordat we de video gaan aftrappen, wil ik een kleine shout-out maken naar Schuitbaits. Nou, Schuitbaits is al weken bezig met de prachtige acties om geld in te zamelen voor het Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Nou, deze doen baanbrekend onderzoek naar kanker. En dit is de allerlaatste weekend dat jij kan doneren. Nou, voor dit weekend maken ze aasjes voor de netrig. En dit doet hij samen met No Way Baits. Nou, weet je, wil jij je steentje bijdragen en word jij net zo enthousiast als ik van dit prachtige initiatief? Kijk even op de Instagram en op de website en bestel daar jouw kunsthaaspakket. En zo draag jij je steentje bij aan dit prachtige initiatief. En dan gaan we nu door naar de video. Goedemorgen, welkom bij Sweet Lake Fishing. Nou ja, een beetje overdreven, maar we gaan gewoon door. Vandaag ga ik op stap met Thomas, onze visspecialist. Wat gaan we vandaag doen, Thomas? Ja, we gaan vandaag beginnen met een beetje trollen op de meren. En dan daarna gaan we werpen op de steinersleutjes. En dan gaan we kijken of we een paar mooie bakken kunnen vangen. Lekker man. Nou, dan gaan we onze hengeltjes gaan we klaarmaken. En gaan we het bootje in. En dan maken we er wat leuks van. Ja, we gaan dikke bakken vangen. Top. Zit in de visbush. Ja. Ah. Eerst snoepje. Wat een reus, hè? Ja. Nou, we waren al een paar keer over dit plekje heen gegaan. Maar ik had een losser. Bij Thomas klapte die eruit. Maar die kwam ook los. Ja, hij was de eerste vis binnen. En deze visbij kon toch eindelijk zitten. Lekker, man. Ja. Ah. Dik, joh. Het is geen grote, maar hij is wel erg mooi getekend. Keurig, man. Lipje gehaakt. Haakje, koep je er zo uit. Netjes, man. Ja. Gaan we hem weer terugzetten. Dit noemen we klein, maar fijn. Maar fijn. Nou, laten we weer gaan. Netjes, vriend. Op naar de volgende. Op naar de volgende. Op naar een grotere. Goedemorgen. We waren net lekker op de plas, maar ja, we kwamen erachter dat het water waar we vandaag willen vissen niet op de visplanner staat. We zijn als een speer naar het schuurtje gereisd. Nou, daar hebben ze gelukkig een visvergunning te koop. Dus deze hebben we net gehaald. Kunnen we lekker terug naar de boot. Wat gaan we daar doen? Hele dikke bakken vangen. Gaan we lekker dikke bakken vangen. Nou, we zitten hier op een redelijk groot meer, maar het is niet heel erg diep. Er staat maximaal 2 meter water. Dus we gaan voor ondieplopend kunsthaas. Zoals bijvoorbeeld grote sheds met een klein loodkopje erop. Dat loopt misschien een halve meter diep. Ook gaan we met perfect zwemmende swimbaits. Dit is bijvoorbeeld een mooi swimbaitje van Verderbij. Heeft een hele mooie actie. Gaat echt perfect zwemmen zo van links naar rechts. Wordt zeker weten gepakt. En dan gaan we voor andere ondieplopende pluggen. Dit zijn echt mooie dingen. We werken sowieso. En we gaan eens kijken of we vandaag een mooie vis mee kunnen vangen. Lekker houden. Wow! Die heeft er zin in. Oh, hij heeft hem ook echt goed gepakt, zie ik. Op de salmon jerkbait. Ja, slider. Lekker, man. Ah, netjes. En hij kwam ook alweer uit niks, hè. Zo!
Even een tangetje moeten pakken. Kijk, dat is mooi vis. Ja, deze is prachtig. Kijk dan. Eet hem ook vol. Hij zit gewoon achterstevoren, zit hier in zijn bek. Zo graag wilde hij hem hebben. Schoot er vol overheen. Gaan mooie man. Aanbeet. Gaan we hem gauw onthaken? Ja. Even genieten. Hoppa! Heppa! Helemaal te lekker. Nee joh! Catch and release! Lekker bezig, op naar de volgende. Op naar de volgende, vriend. Lekker. Even tijd voor leuke dingen. Er zijn drie dingen die ik met jullie door wil nemen. En één daarvan is jullie ingezonde visfoto's. Nou, laten we beginnen met Menno. Oh, Menno die stuurde machtig dikke snoek in. Ik dacht 1,8 meter. Alleen was de kwaliteit van de foto niet genoeg voor de video. Dus ik ben zo vrij geweest om op je pagina even rond te kijken. Ja, en ik heb voor deze snoek gekozen. Ook echt een hele mooie snoek. Nou, de volgende, André. André gaat vissen. Nou, dat gaat André zeker. Met deze bak van een karper, een Zoetermeerse karper. Ja, echt heel leuk. En ik heb André nog mogen ontmoeten bij een van onze favoriete stekken in Zoetermeer. Leuk man, leuk je ontmoet te hebben. We hebben nog meer Kevin. Ja, Kevin die stuurde een hele dikke karper in. Echt heel dik. En niet veel later toen ving hij deze. Hij zei van, oh, maar Jorn, deze vind ik ook onwijs vet. Kan je deze gebruiken voor de video? Nou, bij deze vriend. En Julian! Ja, Julian die was wezen zeevissen, had 4 vissen gevangen. Ja, en deze ook. Als ik zo snel kijk, is het een bot. Hartstikke leuk, man. Ik ben niet echt een ervaren zeevisser, maar ik heb het een paar keer gedaan. Ja, het is wel leuk, hè. Even kijken, nog iets om te vertellen. Ja, de winactie. De winactie. Vissen met onze visgids Gerrit in zijn boot. Ja, en de trekking is vorige week geweest. En Daan Fishing heeft deze gewonnen. En einde van de maand gaan we gezellig met Daan de boot op. En dan gaan we hier een hele leuke video van maken. En nog één ding. Ja, we hebben natuurlijk nu geen winactie meer. Maar ik heb speciaal voor jullie heb ik 2 Iris Shockwaves gekocht. Inclusief het loodsysteem. En deze is voor jullie nu de nieuwe winactie. Dus wil jij 2 keer de Iris Shockwave winnen, inclusief lood... Ja, ga dan gewoon weer naar Sweet Lake Fishing op Instagram. De actie is... tag je beste vismaten. Volg Sweet Lake Fishing op Instagram. En zorg ervoor dat je bent geabonneerd op ons YouTube kanaal. Nou, terug naar de waterkant. We kwamen hier net voorbij lopen. Echt een hele dikke metersnoek. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar deze is helaas gestikt in een andere vis die heeft proberen op te eten. Ja, we zien het wel vaker gebeuren. Maar toch wel zonde hoor. Ja, dat was echt genieten in de polder. Mooie snoek gepakt. Ja, die dode snoek, die was echt bizar. Ja, dat was echt vet. Ja, ik denk zeker, ja, wat zal die zijn? Echt 1,15 meter, 1,16 meter wel. Ja, echt groot. Ja, echt groot. Maar ja, 1 snoek. Heel blij mee natuurlijk. Maar ja, daar doen we het eigenlijk niet voor. Nee, maar ja, toen kwam Thomas, die kwam met goed nieuws. Ja, mijn vader had net gebeld en hij zei, we kunnen ook nog met een grote boot, grote water op en kijken of we daar wat kunnen vangen. Dus misschien hebben we daar nog snoek kunnen vangen en anders gaan we gewoon een baars proberen of kijken wat het daar wordt. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Echt super leuk dat je vader dat wil doen. We gaan het gewoon proberen. Gewoon kijken of de snoeken daar misschien wel aanstaan. Ja, en zo niet, dan gaan we gewoon steeds kiezen voor een kleinere vissoort. Maar ik vind het echt onwijs leuk. Ja, ik ook. Ik heb er zin in.
gewacht, jongens. Maar... dat vind ik toch altijd leuk van die hornets, hè? Oh. Yo. Pak eens goed. Ik zeg ook, je pakt niet altijd die bakken, maar je pakt wel altijd vis gewoon. Ze worden met de minuut, worden ze wel groter. Kijk dan, die is zo enthousiast. Dat gewoon de haak, die zit gewoon van aan de buitenkant naar binnen. Gewoon gulzig. Dat is meestal wel een goed teken. Dat betekent vaak dat er voedselnijd is. Dus als deze hem die pakt, dan is zijn broertje of zusje het wel. En daar moet je gebruik van maken. Dat is niet te groot aas. En aantallen pakken. Ja, twee. Lekker man. Lekker, ja. Thomas, kom op. Mij klapte er niet op. Heb jij niet? Of wel? Nee, ik wil daar even. Ja, ik heb er een. Blijf stil. Blijf maar mee. Opklaar. Ja. Zullen we nog meten? Dat gaan we ervan uit. We gaan er gewoon vanuit dat hij 18,5 is. Ja, nou, hey, daar gaat hij. Lekker dan wat. Hey, we rijden van Hengel. Rijden van Hengel. Ik ook maar. Ja, je wordt niet op de camera, maar je hebt ook een. Hij heeft een dikte buik. Nou, de snoeken zijn vandaag nog niet echt langsgekomen vanuit de boot. En we hopen toch echt om nog op een grote snoek. Dus we gaan met een echt grote kunstaars in de hoop dat we nog één dikke klapper gaan vangen. Dat is echt een. Alles of niks aasje. Ja, is een heel mooi ding. Het is een. Ik wil zo meteen wel eens zien. We gaan hem even aanknopen en dan ga ik hem even filmen in het water. Gaan we dat doen. Thomas, het maakt niet uit wat we doen, hè? We blijven gewoon die baarsjes vangen. Het blijven baarsjes vangen. Maar we gaan nog steeds echt doorgrijnen voor die grote snoek. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel. Ja, daarom. We blijven het proberen, maar weet je, het is... Elk visje is mooi meegenomen. Ja, joh, als die grote niet willen, ja, dan kan je er al vast blijven bijten. Maar ja, je kan ook gewoon gaan vangen wat er wel is. En mijn grote vriend, die zorgt daar wel voor. Hey Thomas, we zitten niet meer in de boot. Dat kan maar één ding betekenen. Ja, we gaan naar huis. Het was echt een leuk dag geweest. We hebben een paar snoekjes gevangen, heel veel baarzen. En ja, het was gewoon genieten, zeker op de grote boot. Dat je dan daar zo vaart. Dat is ook gewoon fantastisch leuk om te doen, joh. Ja, het was echt leuk. We hebben echt ons best gedaan. Vond het ook onwijs leuk om te zien. Met Thomas ook. Werkt het ene niet, het andere proberen. Blijven schakelen, blijven aanpassen. Ik vond het echt geweldig. Ja, ik wil je ook bedanken. Ja, graag gedaan. Nou ja, dan gaat natuurlijk iedereen weer vragen om te abonneren, een likeje achter te laten, misschien ook nog een leuke reactie. En zien we weer bij de volgende video. Later. We hebben dikke meter snoep eraan. Zo makkelijk. Op een nieuwe hengel. Mooi ook niet, ongezond. Wow, die shit. Sterk jongen, sterk. Oeh, die slim gaat. Ja.
gelijk even vast zit, maar nee. Nee, je bent een beetje snoepkraan als je deze nog verspeelt. Bedankt, jongen. Maar deze kan het niet meer. Op zo'n kreeftje, hè. Kijk, film, hij komt er boven bijna. Holy fuck, je snijdt, je snijdt. Ja, wat moet ik er even doen dan? Het beest is veel te sterk, Piet. Ik wil nooit zo sterk zien. Kom. Holy fuck, kijk hem daar. Oh, het is een metersnoek hoor. Johan is naar huis. Ik dacht, ik kan het even vissen. En kijk wat dikke riviersnoek, jongen. Dikke. Dit is wat je wil. Dit is. Ja, mensen worden helemaal. Mensen worden helemaal gek. Ja, dat snap ik ook wel hoor. Kijk dan, kijk die pants die eronder zit. Zo, dit is echt een tabak die we nodig hadden voor de video. Zo! Gaan we hem zo even meten? Ja, vet lijkt dit.